Jongens, dit is echt de raarste manier van vloggen ooit. Want we hebben de grote camera nu in onze hand. Dat is best wel zwaar. We staan voor geen SQ, dat kun je daar zien. En we hebben Pokémon Go binnen. Of tenminste, Marcel heeft Pokémon Go binnen. Hoe vet is dat? En we gaan nu gewoon onze eerste Pokémon vangen. Ja, ik wil wel Charmander. We kunnen kiezen uit Squirtle, Bulbasaur of Charmander, maar ik wil Charmander hebben. Hij wil Charmander hebben, nou dat is prima. Hoe kun je, want hij is in Australië en Nieuw-Zeeland uit. Kijk, zie je. Ja, hoe moet je hem krijgen? Nou, je kan een APK'tje downloaden. Volgens mij heb je de link op Gamers.hq gezet. Of op de website gezet. Ja. En daar kun je de APK-file kun je dat downloaden. Dan kun je hem gewoon spelen. Nice! Maar goed, we gaan nu op zoek naar de eerste Pokémon. Dat is Charmander. Ja. Zullen we even gaan kijken? Hij zit gewoon in een huis. Hij zit in een huis, daar. Moeten we dan aanbellen? Moet, ja, nee, ik ga niet aanbellen met mensen. Kan wel. Ja, dat weet ik niet. Oké, we gaan de goede kant op. Misschien dat ik hem hier al, misschien als ik hier ga staan, dat we hem dan daar kunnen vinden, zeg maar. Hij zit volgens mij in dat huis. Zal ik eens kijken? We gaan in dat huis? We gaan nu naar Squirtle toe. Kijk. We kunnen de camera aanzetten. Holy shit, hij zit voor ons. Zie je het? Nee joh. Weet veel. Oh, zo. Oh shit, mis. Dit is de plastic ook nog. Nice, oké. Okay. En nu heb je hem? Ja, wacht. Shit, heel veel aandrukken, dat werkt altijd. Nice! We hebben Charmander. En nice. Dit is de starter die je wilde? Dit is de start die ik wilde. Oké, we hebben XP van de battle, we krijgen 3 Pokeballs. Registered to Pokédex. Hoe vet is dat? Nice, man. Nice. Ik ga alles vangen. Zullen we kijken of er een Pokémon bij Gamers.hq is? Ja, dat is goed. Oké. Volgens mij is mijn favoriete starter namelijk in geen HQ, ik zweer het. In geen... Zullen we eens gaan kijken? Dus als je Squirtle wil, moet je gewoon aanbellen bij ons. Dan kun je gewoon Squirtle krijgen van mij. Ik moet een nickname invullen. Ik volg een Charmander. Ja, de name is available. Oh, dit is kut. Wacht even. We noemen hem Koppersan. Yes. Nice to meet you. Oké, er zijn Pokestops. It's time to go. Time to walk. Move to the real world to move your avatar. Oké. Okay. Oh shit, er zijn Pidgeys binnen. Zullen we een Pidgey gaan vangen? Dat is goed. Maar zit die in geen HQ? Ja, in game HQ. Vet. Goed sleutels hoor. Holy shit. Ben je blij met Charmander? Ja, sowieso. Die wil ik altijd hebben, joh. Maar hoe ga je dan die evolueren dan? Nou ja, dat weet ik nog niet. Sleutels? Moet even kijken hoe we dat gaan doen. Zo, Nintendo kast zit een beetje in de kop. Zit hij boven? Ja, nee, ze hebben volgens mij in de studio, joh. Oh shit, hij zit in het hok. Dude, hij zit gewoon hier, voor de studio. Oké, wacht. Ah, ja, ik ben echt slecht. Hij vliegt ook, hè? Hij is een bitch. Boom! Op zijn hoofd! Okay. Balletje zweet in de lucht, maakt niet uit. Maakt niet uit. Kan allemaal. Hoppakee, Pidgey gevangen. Pidgey was cool. Nice. Super vet. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het super vet. Want jij wacht al heel lang. Ik wacht hier echt al heel lang op. Ik wil het zo graag spelen. Daar heb ik een Weedle. Nou ja, ik denk dat Marcel voorlopig nog wel eventjes bezig is. Dit is in ieder geval de vangst van onze eerste Pokémon. En laat hieronder even in de reactie over. Dude, er zit hier nog een Pokémon. Shit man, ik ben echt slecht voor je. Echt gewoon een Weedle? Ja, die Weedle. Die kruipt met onder het ding vandaan. Boom! Nice. Nou jongens, laat hier in de reactie ook even weten welke Pokémon jij als eerste hebt gevangen. En wij gaan nu op zoek naar Squirtle, want dat is de Pokémon die ik graag wil als starter. En ja, super vet man. Ik ben blij dat je blij bent. Ik ben heel blij. Mooi.